dat je top is. Maar ik vind het wel heel apart. Ik vind het wel leuk, hè. Ik kan er wel van genieten. Ik heb vanmorgen voor mij wel 30 of 40 uur aan het werk. Ja, ik ook hoor. Ik probeer het ook iedere keer weer. Ik vind het hartstikke mooi. Ja, ik ook. Ik vind het hartstikke leuk, hè. Ik werk vanmorgen een mannetje, die had een verticale antennetje staan op 1 meter hoogte in de achtertuin en die werkt mee. Die vond het helemaal super. Ja, maar dat is ook wel mooi hoor. Ja, vanmorgen was ik al heel vroeg, om 6 al zwem, was ik al met München in München aan het praten, hè. München. Oeh, dat was eerder van je. Nee, ik was pas om 7:15, 8:30, waar ik de pas. Ah, is gewoon hartstikke leuk. Ben ik helemaal met je eens. Het is jarenlang is die stil geweest en nou in één keer kun je in één keer bij stations werken. Op afstand is gewoon geweldig. Ja, maar we kennen 38 in gaan, LSB. Ja, ken ik. Maar dan kom je, dat is een beetje de kraan van de Amerikanen. Ja, mooi joh, mooi. En dan zitten ze onder elkaar, zitten ze een beetje ruzie te maken. En dan zeggen van shithead en al die spullen meer. Je lacht ook kapot. Ja. Needlebender. Ik sprak Amerikaan, die noemt zichzelf Needlebender, hè. En die was hier gewoon 40, 50 dB over als 9. Maar die had 6 kilowatt en een 6 elements kubelkookwatt. Ja, dat ben ik wel hard. Ja, dan doe je het ook wel, vader. Ja, een aantal jaren geleden zat altijd hier een John op, hè. Een John. Die zat met een kilowatt op de hoge torenflat. Maar die was ook al zo loeiard. Dat was Nederlander, John? John uit New York. Oh, uit New York. Ja, die zat dan met een kilowatt. Ja, Rotje, ja. Ja, super gaaf. Oh, die ken je ook wel? Ja, ik heb wel eens van gehoord van John. Ja, ik loop wat jaren mee hier, hè. Goh, ik ben veel te oud, man. Ik had in de goede jaren 302 landen bevestigd op de QSO-kaart. Ja, kijk, ja, ik heb ook al jaren in de bak, hè, vanaf mijn 16e, dus. Maar niks op QSO-kaart? Jawel, als ik daar dus, ik vind het wel mooi. Ja, ik vind het super. Het is super tof. Oh, met heel wat stations hier in de buurt hoor. Waaronder bijvoorbeeld Bettes. Gerard niet, maar Gerard zat altijd, die was toen al gewisseerd. Maar ik heb heel veel in het begin jaren op 11 meter gezien. Ja, ontzettend veel gewerkt. Maar ik zat net in de goede tijd. Beetje dezelfde tijd als we nu beginnen. Wel dat er net op kwam, toen ben ik ook zo'n beetje begonnen. Ja, het werd alleen maar beter. Was natuurlijk ook makkelijk al die land te werken. Ah, dat was gewoon leuk. Gewoon wanneer je de zender op me aanzet, het was altijd feest. Ja, moet je nagaan. Ik was gewoon onder jou doorfluiten. Ja, dat is super. Maak ik 100 watt, hè. 100 watt op verticale antenne, op 9 meter spoelhoogte. Ja, ik heb hem niet hoor. Ik heb hem zo meter staan. Hij staat achterhuis voor jou gezien, hè. Maar ze fluiten gewoon onder jou door. Ja, super, hè. Dat zijn condities. Mooi is dat, hè. Ja, vind ik wel veel leuk, ja. Soms dan komt ze naar harder binnen een station de Almelo. Ah, mooi dag. Zo raar kan het conditie zijn. Ja, ik kwam er vanmiddag van mijn Engelsman duur en je is gewoon 40 dB hier. Hè. Nou, dat heb je maar weinig. Ja, niet veel. Niet veel 40 dB hier hoor. Hier ook niet. Nu is zo'n fluit. Ik heb ook niet aan de hand pieptoon erop zitten, hè. Maar elke 3 seconden een pieptoon geeft. Met een S3, wat dat weer is. Ah, dat moet bij jou de buurt zijn, dat hoor ik hier niet. Nee, anders wel de money, zit hier in de buurt. Ja, ik kan mijn WebSDR ook nog doen, hè. Ik zal daar eens even in gaten op. Nee, ik heb vandaag al een paar keer geluisterd, maar dat komt echt bij jou de buurt weg. Dat is niet van de WebSDR van U2. Dat is meer bij jou de buurt. Nee, mijn eigen. Je hebt zelf WebSDR? Ja. Oké, je hebt echt voor elkaar. Ja. Kun je op testen, hè? Ik test heel veel. Ja, kun je mooie dingen met testen met WebSDR. Ja, zeker. Maar ik klik hem maar een keer aan, hè. WebSDR, Kiwi Almelo. Stille Draaghof. Ja, stille Draaghof. Sneeuw, Erik. Hoi. Nou, ik weet niet, ik ken stil signaal. Ja, klopt, ik was helemaal aan het testen.
AM onder deur. Ja, AM, klopt. Buurgenoot. Ja, waar bent je weer, Hart? Zeker, zeker. Hey, verticaal of horizontaal? Verticaal nou. Ja, klopt. Verticaal neemt was 20. Horizontaal, nada. Oh, apart. Ja. Nee, ik heb de draadantenne, die heb ik achter de web-SDR zit. Oké, maar de modulatie is goed zo, Erik. Niks meer aan veranderen. Beter als voorheen. Beter dan voorheen, ja? Ja, wanneer? Beter als gisteren? Nee, net. Troeken zei, de modulatie is te scherp. Ja, er stond nog niet ingesteld. Oké. Nou, zo is het goed. Ja, ik zou eens kunnen beschikken. Ik heb een keer mee bezig gaan, hè. Ja, hij staat wel redelijk goed. Ik kan een kleinigheidje nog een beetje instellen. Ja, het is net even anders, hè. Ja, het is hetzelfde dingetje, hetzelfde merk. Alleen, moest toch iets anders staan. Ja, dus ik begrijp je goed. De equalizer moet je instellen. Ja. Oké. Ik had hem op plus 1 staan, de toon. En de bas op 0. En nu heb ik de bas op 3 staan en de toren op 0. Kijk, dat schellen dat maakt niet uit, maar die er geen, geen compressie erin zit, dat hoorde ik. Ja, maar ik had hem ook op 10 kasseer staan, hè. En nu heb ik hem op 15 staan. Zet die hoge toon er eens in, voor de, kun je dat doen? Ja, moet ik in het menu. Ja, heb je daar zin in? Mag ik. Nou, ik hem weer op 1 staan, plus 1. Nee. Zet maar terug. Ik moest een mini inzetten. Nou, probeer eens uit. Zo staat hij op mini in. Zetten we ze op 0? Ja, 0 had ik hem net op staan, maar even wachten. Ja, nou staat hij weer op 0. Ja. Ach man, dat is de telefoon. Nee, zo is het. Ik zou. Dit is. Mijn ding. Mijn modula. Jouw audio, maar ik zou. Dit is mijn voorkeur. Ja, meestal stond hij op plus 1, hè. Nou moet hij op 0 staan. En de bas stond op 0, die staat nu op plus 3. Ja, maar niet juist. Als je maar eenmaal weet, hè. Nee, maar dit is goed, Erik. Dit is mooie audio. Min ik echt. Mooi strak. Alles zit erin. Hoog, laag, min. En dit is gewoon goed. Ja, gewoon een mic, hè. Op 15 kasseer. Ik kan er een 10 in gaan, wordt iets zachter. Dat is met luisteren iets makkelijker, hè, dat je iets smaller ontvangt. Ja, voor jullie in Almelo wel met die storing. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik heb veel storing hier, joh. Ja, er zit hier een power adapter, zit hier. Die is op zo'n 40 kanaal, is die wel rustig, hè, maar de bomen en dronnen niet. Oké. Nee, maar goed. De instelling voor audio is perfect. Niks meer aan doen. En dat van Handmike, ik zou ervoor tekenen. Ja, hij doet wel goed, hè, van Handmike. Ja. Ja, maar ik zit meestal met Handmike. Ik heb wat taal microfoons uit, heel goedkoop, maar wel heel duur. Maar ja, ik zit toch liefst met Handmike. Ja, nou goed. Ja, iedereen zijn ding, hè. Ja, ik vind het makkelijker. Je hebt ook met SSB geen last van achtergrond en van inslag. Je hebt net geen last van. Dat klopt. Dat is veel makkelijker. Oké, ik ga even een sigaretje doen. Later. Jo, later. Geen last van televisie daar op achtergrond naar steeds. Hé, groeten. Jo, ja, dat klopt ook, ja. Ja, inderdaad. Hé, groetjes. Jo. Secode X, het is Station Frutella vanaf Italië. Oh, wel gauw kregen. Nou, kom op daar. Mooi, hè? Tjoe! Oh, die was hard hoor, Nico. Echt wel? Godjemene! Oh, die kwam erin door, hé. Ja, je moet het maar kunnen. Dat helemaal vanuit Italië. En het grootste DX-station uit Enschede, dat is en blijft gewoon Ronnie. Ik bedoel, maar...
Dan ga ik, daar kan geen papier in een plastic doos ding aan. Nee, absoluut zeker niet. Ik zei, bent het dus ook al, hè? Hoe kwam de symmetrie, hoe kwam de symmetrie? Ja, ik ben Tim kwijt. Harry, laat je dat eens kijken, wat van culo. Ja, vaak van culo. Ho, 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 Ronnie, zo zit ik niet in elkaar, hoor. Nee. Hoe kom ik er ook bij? Ja, dat snap ik ook niet. Hoe kom ik eraf? Je hebt ook niet gezegd van nou, blij dat hij weg is. Ik ben doodmoe van hem. Ja, dat klopt. Heb ik gezegd, ja. Dan praat ik weer met jou. Ik heb kort gehungen. Ja, ik heb het allemaal wel weer gehoord van mijn connecties. Connection? Nee, connection niet meer. Oh. Connectie? Mijn vrolijke wierenhoofd, connectie. Oh, je bent ook zo charmeur jij, hè? Echt niet te gewoon meer. Nou, ik geloof het wel, Cor, dat hij een Casanova is, hoor, die Ronnie. Geloof ik echt. Hij kan mooi praten. Hey, praat die vrouw nog raad over de stoel? Ik kan je vertellen, hij is hier twee keer geweest, maar hij komt hier niet meer in. Echt waar niet. Monique vraagt eerst naar hem, en dan zegt hij maar twee woorden, maar die kerel is gewoon echt niet te vertrouwen. Hij glabbert alles bij elkaar. Heel gevaarlijk dus. Echt heel gevaarlijk hoor. Voor en weer, ben je huis kwijt, je vrouw kwijt, je auto kwijt. Ronnie, bedankt voor de korte USO. Hele avond. Levensgevaarlijk dus. Oh, wat geluid zit er van niet. Rammel dan hier doen, Ronnie is echt niet normaal van de condities. Ja, dan kreeg je die plastic antennes. Verdomme, er ben een paar die ben zo wijs met een nieuwe antennes en dan kreeg je dit weer. Ja. Die zijn echt blij dat ze een eindelijk verzoek antenne in de mast hebben. En dan zeggen wij het eens. Ja, hier kreeg je prof aan. Jo, dat geeft helemaal deur hoor. Let maar op, niet vandaag, maar man. Ik denk dat volgende week vrijdag nog wordt. Wat bedoel je met die badkuip eronder die antenne? Oeh. Die fijn hulp met. Ja, die Gerard en Bellas op, daar heb je wel gelijk aan. Dat bedoel ik Gerard niet meer. Een andere fijn ken ik wel, man. Hallo Austria, guten Abend. Siegen, Peter, guten Abend. Wat zeg je nou, Cyclon B, goedenavond. Hoort u dat niet? Ja, ik heb heel veel storing hier, maar dus ik weet niet, net of hier iemand met een straaljager in de kamer zit of zo. Oké, is dat Gea niet? Ja, vrouw. Wie zei dat klopt? Geluk kent hij niet. Hier maar even stofzuigen, Miele, Ninky 36. Ah, ik er nog maar één. Mijn Oostwijk zit erop, jongens. Ja. Ik hoor vanmiddag René uit Almelo, die had een mobiel, die zat bij München in de buurt. Oh, dat is knap. Ja, dat vond ik ook. Maar die mazzel die heeft deegs gemaakt, jongen, vandaag. Met Schotland. Ja. Maar zo, ja? Ja, draadjesvlees. Ja, ik weet niet wat het is. Met een mobiele sprit, ik zeg, joh. Dat is uniek. Ja, maar die Gerard die dan in Italië zit, die zit er goed voor met mobiele sprit, volgens mij. Ja. Is dat vanaf mijn kilo wat we ik man. Die zit echt niet met mobiele spriet. Daar zit hij niet met mobiele spriet, denk ik. Nee, tuurlijk niet. Die zit met een draagantenne, die 24 bedoel ik. Ja, maar ik heb wel met mobiele sprietje dan.
Ja, jij wel. Dat zeg ik toch. Ja, daar ben ik ook heel trots op. En ik ben ook feestjes hier. Ja, dat snap ik. Oké. Maar die Gerard, maar zal een goede naam. Ja, die Gerard uit, ja, die woont normaal in Tilburg die keer, geloof ik. Die zat nu in Italië. Die was ook bewaard. Ja, maar die zit aan het gramme, ja. Kan een mooi zit. Ja, beter als hier. Nou, hier een dikke hagelzingering op de caravan. Maar ik ben er even tussen, Ronnie. Ik heb zo'n tarwe tussen mijn ekel. Moment. Ready? Ik wil eens hem ronddraaien, maar zit hij in een munnenkustoorn hier in de buurt? Nee, heel apart.